is er onderling in het huis vorig jaar wat gebeurd? Met z'n drieën. Met z'n drieën. Oh, sorry, I fucked up. Oh, ja. Dat is eerder andersom nu. Nee. Ik zou Scott houden. Ik zei te gaan. Het is altijd hetzelfde liedje. Het is altijd hetzelfde liedje. Wap, 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 wap. Drink eens aan mijn bier. Lieve mensen, hallo, hallo. Hoi. Leuk dat je kijkt naar de tweede aflevering van Ha, Hi, Ho, de Napraatshow. De titel zegt het al, het gaat over een ha, een hi, een ho. Eigenlijk gaat het nergens over. Maar we gaan het de komende week hebben over Prince Charming. Gewoon even lekker nababbelen. De eerste twee afleveringen van Prince Charming, seizoen 2, staan nu op Videoland. En die bespreken we na met de one and only Mr. Prince Charming himself. En de gelukkige Marvin en Verdi. Yay. Yay. Leuk zo'n live audience. Nou, ja. Corona, hè? Kort op corona. Geef mij ook even een wijntje, even die zenuwen eraf. Jezus. Ik zie het er echt als een klein kind zenuwen. Doe maar gewoon een fles met een rietje. Doe maar gewoon een fles met een rietje, inderdaad. Een glas macchiato. Ja, die heb ik al goed bij zien komen. Alsjeblieft. Oh, dat ziet er heel goed uit. En hot chocolate met rum. Nou, cheers. Jongens, cheers. Beste mannen. Echt een eer dat jullie er zijn. Gezellig. Ik begin gewoon eventjes met de felicitatie. Gefeliciteerd. Zijn we natuurlijk verloofd nu. Ja, jullie vielen wel met de deur in huis in aflevering 1. Het is natuurlijk snel, maar hij had helemaal niets door. Tot het moment dat ik voor hem stond ook nog niet gewoon eens. Gewoon echt totaal niet, nee. Ik dacht, waarom heeft hij zoveel tekst? Nou ja, payback time. Want jij was de vorige keer natuurlijk een beetje verdrietig afgedropen. Ja. Even voor de mensen een kleine fresh up. Jij was Prince Charming in het eerste seizoen. Dat deed je te gek. Dankjewel. Jij eindigde de aflevering, het seizoen, met Marnix. En daarna kwam nog een hele rollercoaster, want inmiddels zit Marnix niet hier, maar ja, toch? Ja. Een soort van, dat, je zegt het ook, een tweede keuze eigenlijk. Ja, je wordt wel afgewezen, dus je bent wel even tweede keuze, ja. Kun je hem eventjes meenemen in het afgelopen jaar? Want het einde van het seizoen was dus een soort van plot twist voor de kijker. Ineens was jij daar die zegt, ja, jeetje, dat alles wat Verdi heeft, dat ken ik al. Maar ik kies voor Marnix. Ja, nou, je moet je voorstellen dat die laatste aflevering was gewoon één dag. Dus ik had mijn date met Verdi, ik had mijn date met Marnix in de auto. Heel snel naar mijn hotelkamer. En in die tijd was een uur ongeveer. In dat uurtje moest ik gewoon beslissen. Het wordt Verdi of Marnix. En ik was daar de hele tijd bezig met nieuw. En absorberen van nieuw. En avontuur. En Marnix leek dat heel erg te kunnen geven. Dus ik dacht, ja, ik moet niet kiezen voor iets wat vertrouwd voelt. Maar ik moet kiezen voor iets wat wat meer edgy voelt. Ja. En het was dus geen makkelijke keuze voor je. Nee, blijkbaar. Absoluut niet. Nee, echt helemaal niet. We hebben daarna ook direct eigenlijk gepraat. En ik zei ook, ja, ik vond het ook heel moeilijk. Ik heb het er ook echt moeilijk mee. Nou, ik geloofde natuurlijk helemaal niks van. Nee, want hij was heel boos. Ja, dat snap ik ook. Ik voelde me echt zo klein. Echt zo klein. Wat zag ik bij jou aan je gezicht? Ik zag een soort van verbijstering. Klopt dat? Dat je gewoon echt dacht, wat gebeurt me hier? Ja, ik voel eigenlijk dingen altijd best wel goed aan. Dus ik vertrouwde er ook op dat het goed kwam. Van tevoren werd aan Marnix en mij ook verteld van, nou ja, weet je, degene die afvalt, die loopt dan daarheen. En ik dacht automatisch ook van, oh, Marnix, let je op, want jij moet er ook naarheen lopen. Ja. En ik werd het toen niet. En toen, ja, ik had het gewoon zo niet zien aankomen. Televisie-wise was het natuurlijk fantastisch. We kregen zelfs heel veel vragen van mensen die zeiden, is het gestaged? Is het nep? Maar ja, dat was het gewoon echt niet. Maar hoe gaat het dan verder? Dus zit je samen in een vlucht. Met z'n drieën. Met z'n drieën. Oh, wat erg. Heb je hem nog aangekeken? Ja, maar ik vond het heel fijn hoor. Je zit helemaal in zo'n bubbel en je zit daar 3 weken. Het is heel intens. En je komt ook in 1 keer weer in de realiteit terecht. Maar het is wel raar. Lijkt me zo moeilijk. Ja, qua gevoel denk ik wel. Ja, okay. Maar ja, het was voor ons ook, voor mij en voor Marnix was het ook heel ongemakkelijk. Ja. Het is gewoon heel raar. Zo van, oké, nou, dit is het dan. Dit is het geluk. Dit moet het zijn. Maar ja, uiteindelijk liep het alsnog niet goed. Op een gegeven moment, jij zegt 3 weken daarna, kwam een appje vanuit jou naar jou. Eigenlijk al vanaf... Sorry, I fucked up. Hangen de pootjes. Oh, ja. Nee, de eerste week al, toch? De eerste week hadden we al contact. De eerste dag toen we terugkwamen hadden we al contact. Maar meer zo van, hoe gaat het nu met je? Ja, ben je veilig thuis? Ja. Ik ben inmiddels thuis. Ja, toen werd het op een gegeven moment te gezellig eigenlijk. Dat we echt gewoon van 's ochtends tot 's avonds contact hadden. Ja, toen zei ik op een gegeven moment van, ja, weet je, wat is dit nou? Mm-hmm. Na 2 weken, 3 weken, toen dacht ik, oh, het gaat eigenlijk wel weer goed, weet je al. Met jou, je bent met mij, steady. Ik ben steady. Ja, okay. We kwamen natuurlijk terug in een lockdown ook. Dus ik was helemaal een beetje down, maar het ging weer goed. En toen dacht ik, nou, het is helemaal prima. En toen werd ik wakker met een verwijderd appje. Maar hij had dan, 's nachts had hij dat gestuurd met een paar glazen wijn op. En toen zei hij,
Ja, je had gelijk. Je kan hier film van maken eigenlijk. Heel fijn. Dan. Ja, is het lekker? Ja. Oké, ik heb een heel aantal vragen van de kijkers. Ik ben heel benieuwd wat jullie van de jongens vinden die dit seizoen meedoen. Dus ik stel voor dat we daar even mee beginnen. Als je afgelopen jaar een cijfer mocht geven, wat zou dat dan zijn? Perfect is het nooit, maar we hadden zeker een dikke 9. Ik ben ook echt wel meegehaald hoor. Liefde gevonden, we hebben een huis gekocht. Gaat allemaal heel erg vanzelf. Dus een 9. Dan geef ik dat wel 9,5. Zeker weten. Ja. Yes. Dus als corona straks ook nog weg is, dan is het een dikke 10. En we lekker in ons huis zitten. Wat is de grootste irritatie aan elkaar? Ja, dat is bij jou toch echt wel. Er komen altijd te laat door jou. Maar gewoon nog eventjes, haard is goed. En, ja. En dat is een hele mooie eigenschap. Hij maakt zich niet zo heel snel druk dan wat dat betreft. Ik heb jou nog niet echt irritaties, toch? Heb ik wel dingen. Maar daarom was hij Prince Charming. Dat durf ik gewoon niet te zeggen waarschijnlijk. Nee. Hebben jullie al ruzie gehad over de kleur van de plinten bijvoorbeeld? Over de plinten? Oh, ja. Over de plinten. Oh, letterlijk over de plinten? Ja, over de sierlijst, over de kleur. Oh ja. Uiteindelijk zijn we het wel altijd, komen we er wel altijd gewoon uit en hebben we geen echte ruzie. Ja. Maar jij, Bas, de nummer 2. Zijn jullie gelijk aan elkaar gekomen? Ja, absoluut. Ik denk het wel. Want dat vind ik heel moeilijk aan het format. En ik vind het dus fantastisch. Je hebt Prince Charming. Die staat daar zo helemaal hoog bovenaan. Die komt alleen maar wanneer hij het wilt. En de rest is een soort van ondergeschikt. Ja, ik heb wel heel erg mijn best gedaan om gewoon dat verschil. Want het verschil zit er natuurlijk helemaal niet. Nee, het slaat nergens op. Kijk, ik moest wel ook een bepaalde vertellende, leidende rol hebben. Ja. Omdat het mijn zoektocht naar liefde is die op tv uitgebracht wordt, zeg maar. Oh, kijk eens wat een lekkere bagel. Brie, walnut, honing met druifjes. Mm. En serranoham met geitenkaas. Echt super lekker. Oké, dus de relatie die is helemaal gewoon gelijk. Ja, sowieso. Hij hoeft niet tegen jou te zeggen, ja, Mr. Prince Charming, het is oké. Ik ben heel onderdanig. Dat is eerder andersom nu. Nee. Oh, de belastingdienst. Die druk ik even weg. We hebben het al een beetje besproken, maar hoe moeilijk was het voor jou om keuzes te maken? Of heb je al in de eerste afleveringen dat je eigenlijk stiekem denkt, nou, deze 7 mensen, daar wordt hem gewoon niet. Ik heb wel iedereen een kans gegeven om in ieder geval eventjes een praatje, dat ik in ieder geval een praatje met iedereen. Nou, wat lief voor jou. Ja, je weet het wel. De moeilijkste keuze was aan het eind. Weet je als Prince Charming wie de kandidaten zijn van tevoren? Nee. En er is wel van tevoren geïnventariseerd van, oké, op wat voor type val je eigenlijk? Tuurlijk. Ja, alright. Ja. Hebben jullie nog contact met de kandidaten en met Ricky, staat er specifiek bij? Ja, ik heb nog contact met Diggy sowieso, toevallig vorige week. Vince en Joep nog wel een beetje, binnenkort ben ik jarig. Dan wacht even. Ja, je mag 4 mensen uitnodigen, dus Vince, Joep. Oh ja. Diggy. Deze, ik ga hem wel vragen, is er onderling in het huis vorig jaar wat gebeurd? Nee. Nee, echt niet. Nee! Nee, het is heel gek. Je denkt er totaal niet aan. Ja, er is gewoon echt niets gebeurd. En de allerlaatste vraag. Wat was het hoogtepunt van dit jaar? Ja. Nou, daar is volgens mij mee een antwoord, toch? Ja. Gefeliciteerd, echt te gek. Dankjewel. Ik zei het al, de eerste 2 afleveringen staan erop. Mm-hmm. Dit zijn de kandidaten in sneltreinvaart. Wat vind jij ervan? Ik heb hier bijvoorbeeld Rick, 34 jaar, met een baard. Ja, opvallend. Ja, Marcello met een baard. Marcello met een baard. Ja. Een heerlijk zacht eitje een beetje. Scott, 26 jaar. Ja, superleuk. Ja, dat vind ik ook een heel leuk vent. Ik denk te zien dat er absoluut een fling zat en dat hij wel bij de laatste 3 of 4 eindigt, sowieso. Het zou mij niks verbazen, inderdaad. Nee. Weten jullie al wat? En ga je nu doen alsof je niks weet? Ja, niks. Over, zeg maar, gezichtsbedrog gesproken, hiervan dacht ik, Marcel, 37 jaar, wat een vent. Ja. Zo zacht en onzeker of zo, maar dat zie je hem dan ook wel weer. Zo'n ideale schoonzoon team. Hier heb ik niet zoveel van meegekregen in de eerste aflevering. Nee, die viel een beetje weg. Ja. En toch is hij door. Ja. Oh, zo jammer. Ja, dat zag ik ook niet aankomen. Nee, nee, heel verrassend. Of zoals Chris zei, Julien. Ja, die is er gewoon uit. Ja, nooit. Hadden wij ook niet gedacht. Nee. Stom, hè? Donovan, 22 jaar. Hij viel wel op. Ja. Wel een stuk jonger dan de rest. En dat hij misschien iets te speels is of zo. Wij zeiden de vorige aflevering, oh, dit wordt echt de drama, dit was echt een bitch. Ja. Dat is volgens mij de eerste 2 afleveringen, komt hij er heel goed vanaf. Wij dachten, dit wordt de tweede Mitchell. Ja. Casper, 26 jaar. Heel mysterieus. Heel knap, maar heel mysterieus. Ze kennen elkaar al, hè? Ja, dat is waar, ja. Oh ja, ze kennen elkaar. Nou, en de aflevering sloot af met een soort van enorme fling. Ik voelde wel een beetje chemie. Jacob, 26 jaar. Toen wij bij de jongens in de villa kwamen, dacht ik, jij bent volgens mij wel heel oprecht en serieus. Die zit daar niet voor zijn Instagram-following. Nee. Lorenzo, 28 jaar. Ik noem hem al de Disney-prinses. Maar wat een knappe jongen vond ik dat. Heel knap, ja. Ja, Angelo, 30 jaar. Die ziet er ook al uit, hè? Ja. Angelo eruit. Olaf eruit. Julien eruit. Wie hadden we nog meer? Ik heb te veel wijn op. Wat? Wie was er nog meer uit dan? Toch 4? Wat als jij de keuze had gehad?
Kut, hè? Oeh. Nou, laat ik vooral zeggen dat ik erg gecharmeerd ben door Chris. Het is best wel een druk op je schouders. Je moet Prince Charming zijn. Ja. Hij ownt het de eerste twee afleveringen, ja, vind ik. Hij doet het heel goed, ja. Ik ben meteen toch wel een stiekem een beetje verliefd. Wie ik eruit zou had moeten stemmen of wie ik erbij zou willen houden? Nee, de uitstemmen. De eerste vier. Wat een lelijke vraag. Ik zou Scott houden. Ja. Hij gaat goed op Scott. Ja, ik kan er weg. Maar deze jongens eruit dus. Ja. En er zijn vier nieuwe mensen in. Maar die hebben we nog niet echt duidelijk gezien natuurlijk. Nee. Zal ik ze laten zien? Eentje is heel knap, hè? Ja, eentje is heel knap, ja. Deze bedoel je? Oh, ja. Als je kijkt naar zijn kaaklijn, zijn baardgroei, zijn wimpers, zijn lippen. Oh. Hij is maar super knap. Heel knap. Want in Spanje toch? Zo? Ja. Oh, jullie weten allemaal. Ja, we hebben allemaal onderzocht, ja. Bo zit erin, knappe vent. Lars. Lars is digital nomad. Hij is een cycle instructor. Ja, ook leuk, denk ik. Oh ja. Jawel. Roy. Oh ja, dat volg ik ook al. Ik heb met hem gebackpacked. Dit is in hetzelfde hotel en hostel als waar ik met hem was. Ja. Je kent hem al. Ik ken hem al. Aardige vent. Leuk. Totale toeval dat we in hetzelfde hostel binnenkwamen lopen twee zomers geleden. En Michael. Michael. Ik weet het niet. Ja. Ja, we gaan het zien. Ja, dus die vier jongens erin. En ik sprak een van de afvallers en die zei, meine Güte. Wat gebeurde mij? Ik was echt boos. Okay. Maar ik kan me voorstellen dat als je afvalt, en dat is natuurlijk verdrietig, hoort ook een beetje bij de deal, hè? Je kan afvallen. Ja. Maar op de weg naar huis komen er gewoon keihard vier nieuwe jongens. Dat is gewoon eigenlijk bijna dit doen. Ja. Ja. Dan voel je je wel een beetje afval, kan ik me voorstellen. Ja. Dit is natuurlijk gewoon op basis van heel keihard. Kort. Maar gewoon het hele contrast met dat zij daar wegloopt met een koffertje over dat zand en zij komt met een auto aan, worden wel gereden. Ja. Ja, het is een heel groot contrast dat je er gewoon denkt van ja, het is een dikke fuck. Inderdaad. Ja, ik vond het rot voor de jongens, maar aan de andere kant, het is ook televisie. Oh, oh, oh. Lekker. Kies uit. Ik heb een pink strawberry. Suikerspin snoepies. Ja, oh, die wil ik heftig zijn. Dit is de kleine versie. Oké, die gaan we zo meteen lekker verorberen. En dan sluit ik af met de vraag, wie neemt Chris naar huis? Nou, ja. Oh god, jullie weten al Nou, vraag hem dan even aan mij. Dan doe ik alsof ik gewoon... Wie denk jij? Ik hoop gewoon Scott. Ja, ik denk ook wel dat hij het Ik denk wel dat hij het van Scott hoor. Bij alles wat jullie zeggen, denk ik, oh, zij weten het niet. Los van wie of wat of hoe, meegeluk dat jullie er waren. Ja, thank you so much. Dankjewel. Succes met deze caloriebommen. Ik zou gewoon naar Groningen niet naar huis rijden, maar gewoon lopen. Gewoon, is het beter, ja. Toch? Je kan deze jongens volgen op Instagram. Instagram vind je hieronder. Volgende week zijn we er gewoon weer, want dan gaan we de derde aflevering bekijken van Prince Charming. Vette zin in. Tot die tijd, ja, maak wat van je leven. Ik hoop dat het allemaal leven op de coronamaatregelen. En tot snel. Ciao. Doei. Doei.